Nazaten van de tot slaaf gemaakte moeten op elk vlak een beter eenheid vormen, die voor algemene vooruitgang zal zorgen. Dit zegt Siegmund Staphorst, voorzitter van de organisatie NAX. Staphorst ziet de DNA-workshop over het slavernijverleden als een goed begin, om te weten wat de volgende stappen kunnen zijn. Als nazaten moeten we niet alleen op 1 juli stilstaan bij de gevoerde strijd van onze voorouders, maar elke dag proberen om de eenheid beter te vormen en besparen, meent Staphorst. Er is nog te veel verdeeldheid op verschillend vlak onder de nazaten van de slaafgemaakten. We hebben gebrek aan eenheid tussen Boeskonderisma en Fotoningre. Maar ook binnen de Boeskondere-Ningere, zoals wij het zeggen, is er veel verdeeldheid onder de verschillende stammen, binnen de stammen. En ook in Paramaribo is er verdeeldheid onder de Fotomang. En wij moeten wel beseffen dat willen wij vooruitgang bereiken, willen wij ontwikkeling brengen voor de nazaten, dat we wel tot eenheid moeten komen. Staphorst benadrukt dat het werk om de nazaten verder tot ontwikkeling te brengen niet eindigt bij een dagje samen zijn. We moeten nog heel veel goeds invullen om te komen tot economische ontwikkeling van de slaaf, van de nazaten. We moeten nog heel veel invullen om te komen tot onderlinge samenwerking en educatie en het oplossen van alle sociale problemen die wij hebben op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, noem maar op. En we moeten vooral werken aan het versterken van onze identiteit, want daar begint alles mee. Als je sterk bent, als je geloof hebt in jezelf en als je sterk gelooft, een sterk geloof hebt om verbetering en verandering te brengen, dan ga je wel zoeken naar de middelen om het tot, eigenlijk tot waarheid te maken en ook eigenlijk te laten gebeuren. Staphorst vraagt om de onderlinge vrede niet te onderschatten en vooral in het jubileumjaar te werken aan hervorming van een fundament voor de volgende generatie. Het is nog niet laat en ik geloof dat het goed komt, aldus Staphorst.